Woningruil promoten als coöperatie? Daarover meer in deze aflevering. Ja, veel coöperaties zijn een beetje afhoudend als het gaat om het faciliteren van woningruil. Dat lees je ook als je... Naar de verschillende websites van coöperaties gaat. Maar tegelijkertijd is er wel sprake van woningnood in Nederland. En dat betekent in onze situatie vooral dat mensen niet per se op straat zitten, maar dat ze vooral in een woning zitten die niet past. En dat woningzoekenden dus zitten te wachten op een woning van een andere woningzoekende. En dat woningzoekenden dus vooral op elkaar zitten te wachten. Mensen zijn niet optimaal gehuisvest. Dat kan qua plek zijn, hè. dus, dus of, hè, reistijd naar je werk, of uh, verschillende wijken waar je misschien wilt wonen, verschillende woonmilieus. Uh, dat kan te maken hebben met de omvang van de woning. De een wil groter wonen, de andere wil kleiner wonen. Het kan te maken hebben met de prijs. De een kan misschien wel iets meer betalen en, en wil dan ook wel wat meer comfort hebben. En de ander die, die is juist op zoek naar manieren om de huurprijs te drukken, nou, et cetera. Et cetera. Ja, dus veel woningzoekenden zitten dus nogmaals eigenlijk op elkaar te wachten. Ja, en als er dus niemand beweegt, als er geen enkele van die woningen vrijkomt, dan blijven ze dus op elkaar eh, wachten. Nou is het zo dat op woningruil.nl of op ruiljewoning.nl, daar kunnen mensen al zelf een advertentie plaatsen. Eh, en dan kunnen ze zelf op zoek gaan naar iemand die met hun eh, een woning wil ruilen. En in steeds meer gevallen zie je ook wel dat coöperaties daar in de praktijk op zichzelf wel aan mee willen werken. Alleen het is nog wel steeds heel erg afhoudend. Uh, als, je, uh, als je daar informatie over gaat opzoeken, dan lees je vooral dat coöperaties daarin uh, ja, heel terughoudend zijn, dat er veel eisen aan verbonden zijn en dat mensen het vooral zelf moeten doen. En dat is natuurlijk in de praktijk voor veel mensen toch lastig. In enkele regio's is daar ook al wel mee getest om dat toch wat actiever te gaan aanbieden. Uh, maar wat blijft, is dat mensen nog steeds zelf zich moeten inschrijven, zelf foto's moeten uploaden van hun woning, zelf iemand moeten vinden. En um, ja, waarom zou je niet als corporatie veel proactiever daarin zijn? Hè? Dus dat zou ik ook je willen aanraden om te doen als je wil dat je meer verhuringen realiseert. Een deel van de wachtlijst daarmee ook wegwerkt, uh, ga dan ook veel proactiever kijken naar woningruil. Uh, dus uh, je hebt natuurlijk, daar kun je mee beginnen in je eigen regio, maar wellicht kunnen we dat later ook meer landelijk gaan doen als corporatiesector. Uh, maar begin in ieder geval binnen je eigen regio, binnen je eigen woonruimteverdeelsysteem en kijk gewoon van wie staan er allemaal op de wachtlijst, wat zoeken ze, waar wonen die mensen nu en probeer matches te maken. Zit er zitten allemaal haken en ogen aan, praktisch, juridisch, eh, principieel. Maar uiteindelijk is het wel zo dat elke woningruil die je realiseert. levert op dat er minder mensen op de wachtlijst staan. en dat dus ook derden daar vervolgens baat bij hebben. omdat ze gewoon minder concurrentie hebben op de wachtlijst. Eh, ik denk dat het een hele snelle manier is om als coöperatie ook. Actief een bijdrage te leveren aan het verminderen van de woningnood, aan het verkorten van de wachtlijsten. Uh, sneller, denk ik, nog dan, dan nieuwbouw uh, realiseren. Zeker als je daar nu nog met de planvorming moet beginnen, hè, want dat gaat het zo vijf of tien jaar duren. Um, dus ga daarmee aan de slag. Wees daarin proactiever. Gooi die uh, misschien soms toch wat uh, afhoudende uh, 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 houding ten opzichte van woningruilen overboord. En ga actief aan de slag. Match mensen, zorg dat dat allemaal juridisch goed geregeld is, en, en ga daarmee aan de slag en, en verkort op die manier de wachtlijsten.